Voor het eerst is er bij ons in de winkel een taxatiedag. Mensen kunnen hun oude of antieke spulletjes bij ons brengen om te laten taxeren. Ik ben algemeen taxateur van kunst en antiek. En wat dat betekent is dat ik zowel bij mensen thuis als in het veilinghuis als hier op locatie bij Dorcas kijk of mensen dingen in huis hebben waar wij misschien nog een nieuwe eigenaar voor kunnen vinden die daar een mooi bedrag voor wil betalen. Als mensen hierachter klaar zijn, dan kunnen ze afrekenen bij de kassa. Het kost €2,50 per onderwerp. En als blijkt dat hun spullen van waarde zijn, dan kunnen ze eventueel de waarde schenken aan Dorcas. Wat is vandaag het meest voorbijgekomen? Nou, ik heb eigenlijk niet heel veel dingen hetzelfde gezien. Ik heb een paar hele mooie zaken gezien. Ik heb ook een heel prachtig miniatuurportretje op een doosje gezien uit 1822. Ik vermoed dat dat toch minimaal €600 waard is. En eigenlijk mag het wel richting de 1000. Een masttop van een oude Kattekse bomschuit heb ik gezien. En nou, dat waren toch wel een beetje de interessantste dingen. De leukste reactie. Ja, je hebt altijd twee reacties. De ene zegt, oh, zoveel. En de andere zegt, oh, zo weinig. En het is altijd leuk om te horen, oh, zoveel.